Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van... Wacht, ik heb mijn haar niet gedaan, man. Oké, fuck it. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik had net trek in knakworstjes. En veel te enthousiast wil ik dat blikje openmaken. En is dat lipje afgebroken. En dus ben ik manieren gaan zoeken waarop je blikjes kan openen zonder een blikopener. Want die heb ik ook niet in huis, die ben ik kwijt. En dat is heel eenvoudig, gaan we vandaag doen, dus kijk mee. Je hebt er niet zoveel voor nodig. Het schijnt namelijk dat je ook gewoon een blikje kan openen met een lepel. Nou heb ik sowieso wel een beetje moeite met blikjes openen, want ik ben links. Dus ik zit altijd heel erg raar en krom dat te doen. Dus ik hoop dat deze manier misschien nog wel makkelijker is voor mij. En wat je doet, je zet de lepel precies in het breekrandje van het lipje. En dan ga je duwen. Even kijken. Zo. Nou, hij zit er wel in. En dan ga je gewoon, dan ga je draaien. Het is echt de eenvoudigste manier die ik ooit heb gehad om een blikje te kunnen openen. Met een beetje beleid en geduld hoef je er ook niet zo'n troef van te maken als wat ik nu heb gedaan. Dat is helemaal niet nodig namelijk. En het blikje is open. Kijk uit dat je niet snijdt. En dan kunnen we toch nog gaan genieten van heerlijke knakworstjes. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat kan even door op de button hier te klikken. Geef ook even een duimpje omhoog. Laat de reactie achter. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.